De eerste reden is dat er nog steeds meer dan 1 miljard mensen in fragiele gebieden leven in abjecte armoede. Kijk, jij kunt er niks aan doen dat je in Nederland geboren bent en ik ook niet. Je zult maar in Zuid-Sudan geboren zijn. Deze mensen kunnen we niet laten stikken. We kunnen niet de crisis in een van de rijkste landen van Europa op die mensen afwentelen. Een tweede reden is waarom we niet moeten bezuinigen, dat de wereld heel erg klein geworden is. Wat in andere landen gebeurt, heeft steeds meer gevolgen, ook voor ons. We hebben gedeelde belangen. Een stabiel klimaat, vrede en veiligheid, behoud van de zeeën, behoud van biodiversiteit, behoud van de bossen. Ons daarvoor inzetten kost ook geld. Een laatste reden waarom we niet moeten bezuinigen is dat bezuinigen ons directe eigenbelang raakt. Kijk, dat Nederland een hele goede reputatie heeft in de wereld is mede te danken aan onze jarenlange inzet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dat moeten we niet gaan beschadigen. Het is ook nog eens een keer zo dat grondstoffen steeds schaarser worden. Met het instrumentarium van ontwikkelingssamenwerking kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor fatsoenlijke mijnbouw in Afrika. De grondstoffen die daar dan uitkomen, die zijn hartstikke belangrijk voor de Europese industrie. Daarom zeg ik, bezuinigen nee, hervormen ja.